Amsterdam UMC gaan we in ieder geval de keuze maken dat wij er zijn voor patiënten met complexe aandoeningen. En dat we patiënten met minder complexe aandoeningen gaan proberen te behandelen met de ziekenhuizen in de regio. We zitten ook regelmatig met hun aan tafel om ervoor te zorgen dat de goede zorg op de goede plek gebeurt. En het kan ook zijn dat patiënten, als ze hier een heel complexe behandeling hebben gehad, voor hun nazorg weer gewoon naar het ziekenhuis bij hun in de buurt gaan en dergelijke dingen. Dus dat zal van ons een hele belangrijke strategie zijn. Maar uiteindelijk is het wel onze bedoeling om ook de acute zorg inderdaad op de locatie Meiberg-Dreef te concentreren. Maar als je bijvoorbeeld alle patiënten daar krijgt, daar kun je qua capaciteit op dit moment niet aan. En de patiënten van de SEH moeten ook in het ziekenhuis opgenomen worden. En dus op dit moment zijn daar onvoldoende voorzieningen voor. Maar onze ambitie is wel om de twee ziekenhuizen, die nu geweldig op elkaar lijken, over een periode van 10 jaar echt verschillend te maken. U zegt dat gaan we doen over een periode van 10 jaar. Ja. Met die schaarste op dit moment op de markt van inderdaad verpleegkundigen, zou dat niet sneller moeten gaan? Ja, nou, daar moeten we over nadenken. Ons plan nu is 10 jaar. Dat kun je natuurlijk ook over de tijd aanpassen. We hebben de eerste echte schuiven nu op de kalender staan voor de maand november. Dan gaan we eens kijken hoe dat gaat. En dan gaan we een aantal keren per jaar een schuif van activiteiten doen. Waar bepaalde afdelingen voor een groot deel of helemaal van de ene locatie naar de andere gaan. En andersom. Afhankelijk van hoe goed dat gaat, moet je dat tempo misschien versnellen. We willen het ook wel heel zorgvuldig doen. Het zijn stappen die we nog nooit eerder op deze manier gemaakt hebben. We willen ook niet het zo doen dat we het niet goed geregeld hebben. En we merken nu, als we die schuif aan het voorbereiden zijn, dat er toch best een aantal uitdagingen zijn waar je echt goed over moet nadenken, waar je eerst dingen echt moet regelen. Maar als het sneller kan, moeten we dat misschien zeker overwegen. Maar niet ten koste van de zorgvuldigheid. En wat gaan jullie precies in november doen? Wat gaat er samengevoegd worden? In november gaat dus de kinder-IC gaat echt definitief naar de Meiberg-Dreef. En ook verreweg het grootste deel van de afdeling orthopedie. En dan komt er een terugbeweging van grote delen van de afdeling oogheelkunde en van de longchirurgie. Hebben we niet te veel ziekenhuizen? Ik weet niet of we te veel ziekenhuizen hebben. Die ziekenhuizen hebben ook voor een deel natuurlijk een echt verschillend profiel. En dat is op zich prima. Je kunt je afvragen voor bepaalde onderdelen of de zorg echt efficiënt is. Je kunt je afvragen of we bijvoorbeeld niet, of we in de stad niet met wat minder SEH's toe zouden kunnen. Zodat je een paar grote open hebt en dat de kleine niet open zijn. En dat je dan, als de patiënten opgevangen zijn op de SEH van een groot ziekenhuis, dat de patiënt dan daarna, als dat kan of als daar een reden voor is, naar een ander ziekenhuis vervoerd wordt. Dan. Ja, daar zijn gesprekken over, hè, met, ja. Op regionaal niveau. Zeker. Ja. Hoe gaan die gesprekken? Nou, die gesprekken die zijn best ingewikkeld. Er zijn een aantal jaren geleden zijn er natuurlijk, hebben de verzekeraars gezegd dat een aantal kleinere SEH's dicht moeten. Dat is toen heel verkeerd gevallen, omdat voor een klein ziekenhuis de SEH ook belangrijk is. Het kan ook heel belangrijk zijn dat mensen in hun eigen omgeving geholpen kunnen worden als ze hun been breken, hun arm breken, een blinde darmontsteking hebben. We weten natuurlijk ook dat veel acute zorg ook heel complexe zorg kan zijn. En er is ook wel degelijk een krachtig verhaal te houden om dat op een aantal plaatsen te concentreren waar die zorg dan in eerste instantie ook maximaal goed gegeven kan worden. Dus u pleit er wel voor om naar minder SEH's bijvoorbeeld te gaan? Ik denk dat dat heel logisch zou kunnen zijn. En dat je dan een model moet maken dat de eerste opvang plaatsvindt op een aantal grotere SEH's. En dat van daaruit de patiënten dan na eerste opvang, eerste behandeling doorgeplaatst worden. Er is heel veel kritiek geweest op fusies. Ik denk, laten we het zo zeggen, de tijd zal het moeten leren. Het is aan ons om te bewijzen dat deze fusie wel goed is.